Hallo, welkom weer bij een nieuwe aflevering voor VU TV. Mijn naam is Sandra Jansen van Galen en ik ga jullie vandaag vertellen over wat astrologie nu eigenlijk is. En hoe werkt astrologie nu eigenlijk? Astrologie is een eeuwenoude kennis. Astrologie betekent letterlijk tijd waarnemen en registreren en is een wetenschap. Een empirische wetenschap betekent gebaseerd op eeuwenoude kennis en ervaringen. Er zijn veel mensen die eigenlijk niet weten wat astrologie nu werkelijk inhoudt. De zogenaamde pop-astrologie, zoals dit unieke instrument in tijdschriften en kranten beschreven staat, geeft niet het beeld van wat astrologie nu werkelijk is. Astrologie is een unieke en bijzondere wijze om jezelf beter te leren kennen en bewust te worden van wie je nu eigenlijk bent. Een astroloog is ook in staat om op exacte en specifieke wijze in korte tijd levensprocessen waarin iemand op dat moment verkeert, helderheid en duidelijkheid te geven. Van hieruit ontstaat een stuk bewustwording en de mogelijkheid om vanuit eigen kracht weer verder te gaan. Dit is namelijk de bedoeling en is de weg naar werkelijke spirituele ontwikkeling en groei. Je geboortedatum, geboortetijd en geboorteplaats zijn nodig om de persoonlijke geboortehoroscoop te berekenen. Dit is een ingewikkelde bezigheid. Mocht je niet weten hoe laat je bent geboren, kan je dit altijd navragen bij de gemeente. Onze gegevens zijn opgeslagen in de gemeentelijke archieven. De mensen waren in vroegere tijden al gefascineerd door de sterren. Vondsten van beenderen, waar de maanfases zijn ingekerfd, wijzen erop dat al aan het begin van de menselijke beschaving de bewegingen van de planeten werden waargenomen. Er werden cyclische patronen herkend, dag en nacht, de seizoenen die elkaar opvolgden, geboorte en dood en bijvoorbeeld de vogeltrek. Op een gegeven moment werd er overeenkomstig een cyclisch patroon in de hemel waargenomen. Afwisseling van zon en maan, de maanfase, het opkomen en ondergaan van de planeten en de jaarlijkse bewegingen door de hemel van de groepen sterren. En uiteindelijk werd er een verband gelegd. Kosmische verschijningen werden vergeleken met de gebeurtenissen op aarde. En vanuit deze vroegere waarnemingen van de planetaire bewegingen werd er een dieper besef van synchroniciteit ontwikkeld, van waaruit de astrologie uiteindelijk is ontstaan. Al eeuwenlang wordt astrologie toegepast en gebruikt door bijna alle geloofsovertuigingen. In het verleden werd astrologie samen met astronomie onderwezen en is gebaseerd op wiskundige en natuurkundige berekeningen. De astroloog maakt gebruik van astronomische gegevens, namelijk de planeetstanden per dag door astronomen nauwkeurig berekend. En door middel van een symbolentaal, welke de 12 tekens van de dierenriem, ram tot en met vissen zijn, wordt de blauwdruk van jouw persoonlijke geboortehoroscoop zichtbaar. En zoals de zwaartekracht van de maan invloed heeft op eb en vloed, heeft de werking van de maan ook natuurlijk invloed op ons. Heel vroeger, toen er nog geen lichtvervuiling was bijvoorbeeld, hadden de vrouwen in hun stam dezelfde maandelijkse hormonale cyclus. En bijvoorbeeld in de biologische teelt maakt men gebruik van de standen van de maan. Er wordt bijvoorbeeld geoogst bij afnemende maan. Dit om te voorkomen dat groente en fruit eerder tot het rottingsproces overgaan. Astrologie is behalve een zeer interessant, bovenal dus ook een praktisch werktuig. Men ervaart het als zeer prettig omdat het tastbaar is en op feiten gebaseerd. De wonderenwereld van de astrologie biedt echter ook de mogelijkheid om op zielsniveau aan de slag te gaan. Voor wie wilt, dus een echt avontuur. Een van de doelen van de astrologie is het beter begrip te brengen van onze plaats in het universum en dat wat het universum ons daarbij beroert. De sleutel van ontwikkeling rust echter in onze hand. Einstein, Newton en Hawkins en Copernicus zijn bijvoorbeeld drie prominente wetenschappers uit het verleden die veel hebben gedaan op het gebied van studie,
waarin astrologie en astronomie zijn samengevoegd. Op onze astrologiepagina foryou.nl is elke week de weekprognose te vinden. Foryou TV wens jullie een fijne dag en let the stars be with you.